computer. Oké. Ja, hoeveel mensen hebben wij als deelnemers hier? Hele ruim... Ja, ruim 40 nu, maar dat worden er wel meer. Ja, leuk. Ja. Nou, we gaan gewoon beginnen, want het is een lunchlezing en die is van 12 tot 1. En ik ga jullie allemaal van harte welkom heten bij onze eerste donderdag van de maand lunchlezing, die we ook nu weer digitaal houden. En gezien het aantal mensen wat inlogt, is dat ook echt iets wat werkt. Ontzettend blij dat we Walter Schoonenberg vandaag bereid hebben gevonden om ons mee te nemen in een onderwerp wat velen tot zorg strekt, kunnen we ook wel zeggen. We kunnen er vreugde en zorg aan ontlenen. Vreugde omdat historische interieurs nu eenmaal echt iets zeggen over het leven van toen en het leven van nu. Zorg ook omdat wij zien, en dat is niet alleen Heemschut, maar zeker ook Walter Schoonenberg vanuit zijn verschillende functies en kennisachtergronden, dat interieurs ook zeer bedreigd worden, zeker nu. We hebben daar eerder al op allerlei manieren aandacht aan besteed. We signaleren dat er een ontzettende hoos is naar modernisering. Tegelijkertijd heeft Walter voor ons ook een hoopvolle ondertitel gekozen, dat er, ze zijn verdwenen, herplaatst, maar ook behouden. Walter Schoonenberg is niet zomaar iemand. Walter is al heel lang, kun je wel zeggen, de activist in Amsterdam. Walter, ik noem je maar even zo. Want wij hadden natuurlijk ooit Geert Brink gegeven, die zeer actief was in het behoud van alles wat toen bedreigd werd met sloop. En Walter heeft eigenlijk met verven in zijn voetsporen met de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad die strijd voortgezet. En die blijkt ook meer nodig nog dan ooit, omdat we zien dat met name door veel investeerders daar van alles en nog wat ook een gebrek aan kennis verdwijnt in die mooie stad. Walter is behalve bestuurslid en secretaris en vrijwilliger en soms betaald bij de Vereniging Vrienden ook zelf architectuurhistoricus. Nou, we gaan maar gewoon snel starten, Walter. Welkom en aan jou het woord, de digitale vloer, om ons mee te nemen in dit interessante onderwerp. Dankjewel, Karel. Ik vind het erg leuk om op deze manier voor de Bond Heemschut een verhaal te houden over interieurs in de Amsterdamse binnenstad. Ja, ik ben inderdaad architectuurhistoricus en onder andere werkzaam voor de Vereniging van de Amsterdamse Binnenstad. Dat betekent dat ik me voornamelijk bezighoud met de Amsterdamse binnenstad. Maar ik denk dat het verhaal van mij van vanmiddag ook toepasbaar is elders. Dus wat dat betreft is het denk ik in zoverre wel, ja, misschien wel typerend. Alhoewel natuurlijk Amsterdam verderweg de belangrijkste monumentenstad van Nederland is. Er zijn gigantisch veel monumenten en daardoor is het ook vaak erg moeilijk om het in beeld te houden. We hebben in de Amsterdamse binnenstad hebben we meer dan 7000 beschermde rijksmonumenten. Ja, we treffen regelmatig containers aan op straat. En ja, als je daar dan in kijkt, dan blijken er toch vaak historische bouwmaterialen in te zitten. En het komt ook wel voor dat er aanvragen worden ingediend voor verbouwingen. En dan gaat men kijken en dan zit er niks in. Terwijl ja, we toch wel weten of dat er iets heeft gezeten. Maar ik heb het nu ja, eerst even uitgesloopt. We kunnen dat natuurlijk op funda.nl kunnen we dat natuurlijk tegenwoordig heel goed checken. Je ziet vaak op funda.nl prachtige gemoderniseerde interieurs. En ja, dan is het vaak niet altijd bekend wat er daarvoor heeft gezeten. En dat is eigenlijk wel het probleem in Amsterdam. En dat heeft te maken met het feit dat toen de eerste monumenteninventarisaties zijn gemaakt, natuurlijk toch vooral naar de gevels is gekeken. Dit is de eerste inventarisatie van monumenten uit 1928. Maar ja, het is wel opvallend dat als je dit boekwerk uit 1928 doorkijkt, dat je dan ziet, ik heb er ook een voorbeeld van opgenomen, dat over interieurs er wel degelijk heel veel in staat. Merkwaardigerwijze veel meer dan het geval is in de eerste monumentenlijst die na de Tweede Wereldoorlog is gekomen en waarin de redengevende omschrijving eigenlijk vrijwel nooit iets over interieurs wordt gezegd. Dus het is
mij altijd een raadsel gebleven waarom die beschrijvingen van interieurs die in dit boek uit 1928 staan, niet in het monumentenregister, uiteindelijk het monumentenregister, terecht is gekomen. En ja, en als ik ergens kom in een pand en ik tref een interieur aan, dan blijkt deze lijst vaak belangrijke informatie te bevatten. Je kan bijvoorbeeld ook zien wat er dan niet meer is. Dan zie je dat er iets wordt beschreven in dit boek en dat blijkt er dan in de praktijk niet meer te zijn. De monumentenlijst is, kun je eigenlijk wel zeggen, vooral tot stand gekomen op basis van de inventarisatie, op basis van de voorgevels. Omdat het daar achter die gevels gewoon heel erg slecht bekend was en moest ik toch snel een lijst maken. Dit is de waarderingskaart van het beschermd stadsgezicht, waarbij onderscheid is gemaakt tussen orde 1, orde 2 en orde 3. Orde 1 zijn dan de beschermde rijks- en gemeentelijke monumenten. Dit is dus een instrument voor de bescherming van het beschermd stadsgezicht. Dat bestaat niet alleen uit de structuur van de 17e-eeuwse stad, maar er is vooral aandacht besteed. De bescherming gaat vooral over de gebouwde omgeving. En dat is, dat gebeurt dus op basis van een waarderingskaart en de individuele bescherming door het als rijksmonument of als gemeentelijk monument. Nu zijn er dus ook heel veel orde 2 en orde 3 panden die niet formeel zijn beschermd. En dat is dan vaak in de praktijk bijvoorbeeld, omdat het een 19e-eeuwse gevel had, daar was aanvankelijk in de jaren 60, 70 nog niet heel veel belangstelling voor. Het zijn eigenlijk vooral de gevels met een 17e en 18e-eeuwse gevel, of vroeg 19e-eeuw zijn, die toen rijksmonument zijn geworden. Terwijl een heleboel panden met een 19e-eeuwse gevel geen monument zijn geworden. Maar die voorgevels die zeggen natuurlijk niet alles, dat is duidelijk. Ik ben zelf al jarenlang bezig met een database waarin ik de gegevens die ik zelf heb verzameld, die dus ook over interieurs gaan, heb verzameld en ook met foto's waar ik zoal ben geweest. Ja, ik kan natuurlijk wat dat betreft het werk van monumenten en archeologie absoluut in mijn eentje niet overdoen. Dat is ook niet mijn pretentie, maar het is ik vind het gewoon zelf leuk om dat te doen. Ik vind het ook belangrijk dat het publieke informatie zou moeten zijn. Dat de gegevens die er zijn, dat online is. Dat iedereen dat kan checken en bekijken. En dat geldt dus ook voor de interieurs. Waarbij de laatste tijd toch in toenemende mate het probleem is dat mensen, omdat het natuurlijk om particuliere woonhuizen gaat, hun interieurs niet op een website willen hebben staan, terwijl ik daar meestal geen probleem mee heb. De meeste mensen zijn doorgaans trots op hun interieur en die vinden het geen probleem. Maar dat komt ook wel voor. Gevels zeggen dus niet alles. Een goed voorbeeld is dit pand in de Warmoestraat met een 19e-eeuwse gevel. Daar is dus ontdekt dat er een houtskelet zit uit 1485. Het is op den dendrochronologisch onderzoek vastgesteld dat de datering is. U ziet de gotische peerkraalmotief. Dan weet je meteen al dat het oud is natuurlijk. Middeleeuws houtskeletbouw. En dat de gevel dus eigenlijk heel weinig zegt over het pand wat erachter zit. Op dit ogenblik is dit eigenlijk het oudste woonhuis van Amsterdam. Zelfs ouder dan het houten huis op het Begijnhof. En dat zie je dus heel veel in de oude stad, dat je gevels ziet in de 19e eeuw zijn verbouwd. En als je daar naar binnen gaat, dan blijkt het pand in werkelijkheid veel ouder te zijn. Nou, natuurlijk de echte kenner ziet meteen wel dat dit pand ook aan het exterieur veel ouder is dan de 19e eeuwse lijst. Kroonlijst, lijstgevel, want je ziet wel
dat het houtskelet bouw moet zijn. Het is een hele hoge houten onderpui en een stenen gevel die op een houten puibalk rust. Dan weet je eigenlijk meteen al dat het houtskelet bouw is. Dat zie je ook als je de winkel binnengaat. Dit is, het blijkt dan een pand uit de eerste helft van de 15e eeuw te zijn. Met een prachtig gotisch houtskelet. En dat geldt dus eigenlijk voor heel veel panden. En zeker in de oude kern. Dat de gevel heel weinig zegt. Je gaat naar binnen toe en je treft een gotisch houtskelet aan. Ja, en het vervelende is dus dat de monumentenlijst eigenlijk niet op basis van de interieurs tot stand is gekomen, maar op basis van de voorgevers. Een heel ander goed voorbeeld is Voetbalbal 61. Met een heel duidelijk een 19e eeuwse gevel. En daar is in 1975 ontdekt dat daar 17e eeuwse beschilderingen op balken en planken zaten achter de verlaagde plafonds. Dus toen die verlaagde plafonds waren weggehaald, toen kwam dit tevoorschijn. Dus dit pand is dus ook, en dat is dus eigenlijk gewoon typisch, veel ouder dan de voorgever doet vermoeden. Ja, het komt zelfs in Amsterdam voor dat panden die zelfs heel erg nieuw zijn, zoals bijvoorbeeld dit pand. Ja, het is wel een uitzonderlijk voorbeeld hoor. Het is een pand wat volledig opnieuw is opgetrokken in 2000 op de Zeedijk. Een nieuwbouwpand dus. En het staat toch op de Rijksmonumentenlijst. En dat is vanwege een Renaissance houtskelet, in dit geval uit 1560, met beschilderingen. En dit, dat werd aangetroffen bij de sloop. En de eigenaar die wilde het hergebruik. Het is opnieuw toegepast in de nieuwbouw. Weliswaar niet meer dragend. Het is een betongebouw geworden. Eigenlijk is het dus een ornament in een nieuwbouw. En vanwege dit bijzondere interieur is het op de monumentenlijst terechtgekomen in 2000. Heel erg bijzonder, met ook beschilderingen, niet alleen op de balken, maar ook de vloerdelen. Zoals je ziet, dus de onderkant van de vloerdelen eigenlijk. Dit soort dingen worden af en toe wel ontdekt, vooral bij het weghalen van een verlaagd plafond. Want in de 18e eeuw, 19e eeuw was het gebruikelijk om plafonds te maken waardoor je niet tegen de vloer aankijkt. Dat was op een gegeven moment al vrij snel niet meer in de mode. Dus dat betekent dat als die vloerdelen en zeggen, dat als het plafond dat wordt weggehaald, dat dit dan tevoorschijn komt. Ja, ik wil wat voorbeelden laten zien van belangrijke interieurs en interieurelementen die zijn verdwenen of verplaatst in het verleden. In 2017 stond er een interessant artikel van Ronald Glaudemans in het KWB Bulletin over dit pand in de Warmoestraat, Warmoestraat 145. Daar zit een houtskelet uit de 16e eeuw. En de prachtige gebeeldhouwde koordelen daarvan, die waren niet meer aanwezig. Die zijn die bevinden zich nu in de collectie van het Rijksmuseum. En zo bevinden zich in het Rijksmuseum een aantal voorbeelden van interieuronderdelen die uit Amsterdamse woonhuizen zijn gehaald en daar terug te vinden zijn, zoals dit gebeeldhouwde kobeel uit het achterhuis van dit pand aan de Warmoestraat, maar bijvoorbeeld ook deze toch wel heel bijzondere gebeeldhouwde kobelen uit het pand aan de Wassenaarsteen. Dus het kwam in het verleden dus voor dat bij sloop van panden, of
kan stof voor het hele pand zijn of alleen van het interieur. Belangrijke interieuronderdelen niet verloren zijn gegaan, maar omdat het zo bijzonder waren, terecht zijn gekomen in het Rijksmuseum. Wat vroeger ook wel voorkwam, en dat is eigenlijk iets wat je, als je dat gaat bekijken, eigenlijk heel vaak is voorgekomen, is dat interieurs niet verloren zijn gegaan, maar behouden zijn gebleven doordat ze zijn verplaatst van het ene naar het andere pand. Dus interieurelementen die kwamen op een veiling beschikbaar, zijn toen aangekocht en vervolgens in een ander grachtenpand terechtgekomen. Een grappig voorbeeld is, treffen we aan in Herengracht 476, een pand wat in opdracht van de Vereniging Hendrik de Keizer in 1938 is gerestaureerd. Daarbij is onder andere de dubbele stoep, de voorgevel, teruggebracht. Maar er zijn ook een aantal interieurelementen ingebracht afkomstig van andere panden. Zoals bijvoorbeeld deze schaal met dat boezemstukje wat u ziet, is ingebracht. Maar er is in 1904 er is een aantal jaren geleden ontdekt dat dit plafondstuk al in 1904 was ingebracht. Dat is een belangrijk plafondstuk van Jacob de Witt. Het bevindt zich in de uit mijn hoofd de rechter achterkamer, ja, Aurora en Diana, dageraad verdrijft de nacht. Prachtig plafondstuk, typisch Jacob de Witt. Erg fraai hoe de nacht overgaat in de dag. Je ziet rechts hier de sterrenhemel weggetrokken worden, waardoor het licht wordt. En je ziet de dageraad natuurlijk met een fakkel. En onderaan zie je iemand die gaapt, want ja, die wordt dus wakker, omdat het ochtend is. Nou, wat blijkt nu het geval? Dat is niet het oorspronkelijke plafondstuk van Jacob de Witt. Dat is dus ingebracht. En het oorspronkelijke plafondstuk is in New York opgedoken. In 2013 is het verkocht op de TFAF in Maastricht. En dat is bijna exact dezelfde voorstelling. Jacob de Witt maakte wel van dezelfde voorstelling verschillende varianten. Dus hij kopieerde zichzelf graag. En dit lijkt heel erg op het plafondstuk wat er zit. Maar dat blijkt dus het oorspronkelijke plafondstuk te zijn. Terwijl het plafondstuk wat er nu zit, dat lijkt er sterk op, van elders afkomstig is. Nou, in dit geval is dat wel heel curieus dat het zo gegaan is. Hier ziet u die gapen waarin je dit plafondstuk kan herkennen. En wat niet in het oorspronkelijke plafondstuk staat. En hier ziet u de oorspronkelijke plafondstuk, de dageraad in het oorspronkelijke plafondstuk. En van de plafondstuk wat er nu zit. Ja, een ander voorbeeld vinden we op Herengracht 609, een pand wat in 1742 in Grijpert is verbouwd. In de kern 17e eeuw, maar in 1742 verbouwd. En we weten dat in 1928 bij het veilinghuis van Fred Muller deze Jacob de Witt is uit 1744 is geveild. Een plafondstuk met vier typische witjes, frisailles op de hoeken. Wat natuurlijk bij elkaar hoort. Maar dat is, toen het werd geveild, is het op afzonderlijke plekken teruggekeerd. Hier ziet u het plafondstuk. Dat is terechtgekomen in het Huis de Manpad in Heemstede. Direct nadat het is geveild. Ja, dat is schouwrelief, wat heel bijzonder is, omdat het is wat marmeren
schouder die vrij zeldzaam zijn in de Amsterdamse binnenstad. Dat is voor Amsterdam verloren gegaan, want dat is in Amerika terechtgekomen. Ja, hier ziet u dus het huis Te Manpad in Heemstede. En ja, daar zit dat plafondstuk dus in, maar zonder zijn grisailles. Want de grisailles die bevinden zich namelijk in een pand op de Keizersgracht. Ja, dan zie je dus dat het uit zijn context is gehaald, dat de afzonderlijke onderdelen ook uit elkaar zijn gehaald. En ja, het probleem daarbij is toch wel dat als je het uit zijn context haalt, dan daar zijn wel bepaalde problemen mee. Want een kunstenaar, zeker Jacob de Wit, die hield ook rekening met de lichtinval. En ja, de schaduw bijvoorbeeld, ja, is dan vanaf het raam, wat dan aan de ene kant van de kamer is, en ook de wijze waarop je naar binnen komt vanwege het perspectief. Wat dit soort plafonds hebben, je wordt zo door kunstenaar heel erg rekening gehouden met de situatie. En als je het verplaatst, dan kan het vaak niet meer kloppen. En natuurlijk is het beter dat een kunstwerk op zijn oorspronkelijke plaats blijft. Maar goed, in dit geval is het natuurlijk wel fijn dat het tenminste nog ergens in de Amsterdamse binnenstad terug te vinden is. Ja, toch een heel bijzonder voorbeeld is het pand van burgemeester Antonis de Graaf op de Herengracht in de Gouden Bok. Daar heb je een kamer, de linkerachterkamer, met een cassetteplafond, typisch 17e eeuwse cassetteplafond, waar niks in zit. Nou, daar heeft natuurlijk wat gezeten. We weten wat er zat. Namelijk beschilderingen van Gerard de Laresse. Die zijn geveild in 1903, met 8300 gulden. En terechtgekomen in het Vredespaleis in Den Haag. Dus de foto die u ziet is van het Vredespaleis in Den Haag. Ja, men vond het wel toepasselijk, omdat men dacht dat het ging over de triomf van de vrede. Om dat dan dus ook te bevestigen in het Vredespaleis. Inmiddels weten we dat het eigenlijk meer een allegorie op de handelsvrijheid is. En dat was ook in het rampjaar 1672. Dat is het jaar waarin deze plafondschilderingen zijn gemaakt, ook wel toepasselijk. Hier kunt u hier ziet u de schilderingen van Gerard de Laresse. Nou, in dit geval is het niet alleen uit zijn context gehaald, maar men heeft ook, want kijk even goed naar het linker en het rechterstuk, het linker en het rechterstuk verwisseld. Ja, dat is gewoon verkeerd gegaan, waardoor de riviergoden die onderin zit, de Amstel en het IJ, niet naar elkaar kijken, maar van elkaar afkijken. Ja, het is mij niet helemaal duidelijk waarom dat verkeerd is gegaan, maar het is in ieder geval verkeerd gegaan. En ja, dat soort problemen, dat krijg je dus als je het verplaatst. Ja, ik zal nu even wat recente voorbeelden laten zien. In 2008 is een apotheeksinterieur aan de Heilige Weg verdwenen. Historische winkelinterieurs zijn natuurlijk heel erg kwetsbaar, omdat men... Als een winkel verdwijnt en een andere winkel komt, ja, dan wil men vaak toch een modern interieur. Dus dan verdwijnt zo'n historisch interieur. Naar aanleiding van het verdwijnen van het apothekersinterieur in dit pand, is er een raadsnotitie gemaakt over een betere bescherming van interieurs in de Amsterdamse binnenstad. En dat heeft dus ook wel heel erg de aandacht gevestigd op deze problematiek. Ja, ik zei net al iets over historische winkelinterieurs. Op de Kloveniersburgwal heb je de winkel van Jacob Hooy. Het is een ontzettend oud pand overigens, met peerkraal, sleutelstuk, zoals u ziet. Maar daar zit een van oorsprong 18e-eeuwse winkel in. Dat werd bedreigd in 2017 omdat een
omdat de eigenaar een andere winkel in wilde hebben, waardoor hij meer huur kon vragen. Er zou ook funderingsherstel komen, waardoor überhaupt het winkelinterieur eruit moest. Uiteindelijk, het heeft te maken met een publieksactie. Er is echt een publieksactie gekomen met een petitie ook. De winkel behouden gebleven. Ja, in de Utrechtse straat 32 dreigde iets vergelijkbaars te gebeuren. Wij constateren in ieder geval dat dit interieur in Art Nouveau-stijl uit 1898, een fantastische historische winkel is dat, dat het niet meer aanwezig was in het pand. Ja, we waren daar ontzettend door gealarmeerd, maar gelukkig bleek, hier was ook sprake van fundingsstijl. Maar het interieur is opgeslagen. Het is de bedoeling dat het terugkomt als het verdieningsherstel heeft plaatsgevonden. Dus ja, nou goed, we proberen dat gewoon zo goed mogelijk in de gaten te houden. Soms ben je natuurlijk te laat. Het meest schokkende voorbeeld wat ik heb meegemaakt vond plaats in 2017. Dat op de Keizersgracht. Waar een 18e-eeuwse interieur met stukplafonds volledig kort en klein werd geslagen door de aannemer. Dat was natuurlijk volstrekt illegaal. Er is een hele toestand overgekomen. Aangifte gedaan bij de politie, door de gemeente. Men moest de schade herstellen. Dus herbouwen op basis van de brokstukken die daar op de grond ligt, zo goed mogelijk reconstrueren. Er is ook door de gemeente een architect aangewezen. Dat is architect Wolbert Vroom. Maar het ligt op dit ogenblik helemaal stil. Het pand is verkraakt en de eigenaar is moeilijk bereikbaar. Dus het project van de reconstructie ligt op dit ogenblik stil. Ja, een ander probleem. Wat hiermee te maken heeft, is dat er alleen wordt gekeken achter de gevel als het gaat om een beschermd monument. Dit pand op de Leidse Kade is vreemd genoeg een orde 1 pand, maar geen beschermd monument. Terwijl een pand daarnaast was wel een beschermd monument, dus daar is wel gekeken naar het interieur. Maar hier is niet gekeken naar het interieur, omdat het geen beschermd monument was. Ja, wij vonden dat een fout, want zeker als het een orde 1 pand is, is het raar dat het dan niet tegelijkertijd ook een beschermd monument is. Dus we dachten dat moet een administratieve fout zijn, aangezien het pand ernaast dat wel was. Nou, de gevolgen waren er dus ook naar, want dit pand heeft, of ik moet inmiddels zeggen had, een heel gaaf 19e eeuws interieur uit de bouwtijd, met stukwerk, reliefs aan de wanden, stukwerkplafonds. Toch een heel waardevol 19e eeuwse interieur, puntgaaf. Ik heb het bekeken, maar het was echt volledig puntgaaf. En nou, dat is dus omdat het geen beschermd monument was. En ik vind eigenlijk wel dat dat toch wel nalatigheid van de gemeente is geweest, dat men niet is gaan kijken. En dus dit is dus het gevolg. Ja, nu treffen we bij Antikers natuurlijk ook wel diverse zaken aan. Ik heb in de loop van de jaren toch wel het een en ander aangetroffen bij Antikers. Soms was het na te gaan waar het van afkomstig was. Dit snijraam in Lodewijk de 16e stijl, dat bleek afkomstig van de Zeedijk. Dat is een aantal jaren geleden, inmiddels al wat jaren geleden, heb ik dat toen aangetroffen bij een antiquaire.
Je komt ook soms wel eens bouwfragmenten tegen bij een anticair waarvan je je afvraagt van, ja, waar komt het vandaan? Hoe is dat daar terechtgekomen? Ja, men is natuurlijk altijd vrij. Men geeft daar natuurlijk nooit informatie over. Dus ja, soms geef ik het dan. Ik heb jaren geleden gaf ik het ook gewoon allemaal door aan de gemeente in de hoop en de verwachting dat de gemeente het zou aanschaffen. Maar dat gebeurt natuurlijk niet. Want daar heeft de gemeente helemaal geen budget voor. Ja, en als je dus gaat kijken naar bouwmarkt, tweedehands bouwmarkten, ja, dan tref je natuurlijk ook vaak allerlei zaken aan waarvan je afvraagt, ja, waar komt het vandaan? Dat moet uit panden zijn gesloopt. Ja, en ja, dat is natuurlijk toch een veegteken. Ja, ik kom eigenlijk tot een conclusie, namelijk dat je treft dus af en toe bouwfragmenten tegen in een container. En als u dat ziet, geef het dan door aan ons, zodat we er iets aan kunnen doen. Eyes on the street, hè, daar gaat het om. Dat is heel erg van belang bij dit soort zaken. Ja, daarmee ben ik aan het einde gekomen van mijn lunchverhaal. Ik ben benieuwd of er nog vragen zijn en opmerkingen. Ik denk dat het mijn verhaal wel uitnodigt om het over dit onderwerp te hebben. En daar is ook wel tijd voor. Heel goed, dank je Walter. En prachtige voorbeelden, ook schrijnende voorbeelden, maar ook hoopgevende voorbeelden. En vooral interessant hoe jij het in een context zet, inderdaad, van een historie waarbij ook van alles aan interieurs is verdwenen, veranderd en weer teruggekomen. Van uiterst waardevolle zaken tot dingen die je misschien over het hoofd zou zien nu. En inderdaad, zijn er vragen of wil iemand iets kwijt aan Walter? Hartekreten, noodkreten, andere opmerkingen. Wie mag ik het woord geven? Nou, het blijft helemaal stil. Dat is bijzonder. Helemaal niemand die een opmerking heeft. Ah, ik zie in de chat. Helene Hartman, er zijn ook veel schrijnende voorbeelden in Amsterdam-Zuid. Richt de VVHB zich alleen op de binnenstad? De Vereniging van Amsterdamse Binnenstad is natuurlijk toch begonnen. Gericht in 1975, Karel noemde het al, door Geurt Beringreven. Omdat in die periode het gemeentebeleid de Amsterdamse Binnenstad wilde vervangen voor iets totaal anders. Dus in die tijd was er nog niet zoveel belangstelling en waardering ook voor de 19e eeuw. Sterker nog, de cityvorming die in de 20e eeuwse stad plaatsvond, ja, daarvan vonden ook monumentenzorgers dat die beter konden worden opgevangen in de 19e eeuwse wijken. Nou, dat zouden wij vandaag de dag natuurlijk niet meer zeggen. Dat is, daar denken we nu heel anders over. Dus als gevolg van die geschiedenis richt de VVHB zich van oudsher tot de Amsterdamse binnenstad. Maar de laatste jaren beginnen we toch steeds meer het binnenstadsbegrip te verruimen. Er staat in de statuten van de VVHB dat het werkgebied de gehele gemeente Amsterdam is, in het bijzonder de binnenstad, maar er staat niet bij wat de binnenstad dan eigenlijk precies is. Er staat bijvoorbeeld niet in de binnenstad binnen de Singelgracht, hè, want dat is dan officieel natuurlijk de binnenstad. Maar het binnenstadsbegrip begint natuurlijk de laatste jaren om te verruimen. Er zijn mensen die zeggen dat Amsterdam binnen de ring, dat eigenlijk de binnenstad is. En ja, de wijken van de Pijp en de Concertgebouwbuurt. Ja, misschien moeten we dat zo langzamerhand ook maar gewoon als binnenstad ervaren. Dat zou betekenen dat het werkterrein van de VVHB ook wat dat betreft zich zal meer
komende jaren zich steeds meer zal richten op, ook op bijvoorbeeld de 19e-eeuwse wijken, waar inderdaad veel aan de hand is. Kijk naar Zuid, daar wordt gigantisch veel gebouwd, ook omdat het geen beschermd stadsgezicht is en geen beschermende bestemmingsplannen zijn daardoor. Dat moet natuurlijk allemaal snel gerepareerd worden, want voor zover het allemaal niet te laat is, is er gigantisch veel gesloopt in Zuid en in West. Dus het is echt belangrijk dat daar paal en perk aan wordt gesteld. Natuurlijk werkt de VVNB samen met de Bond Heemschut. En de Bond Heemschut is natuurlijk ook heel erg actief in Amsterdam. En we hebben in het verleden altijd een soort werkverdeling gehad, een beetje van VVNB doet de binnenstad en Heemschut richt zich ook niet alleen op de binnenstad, maar ook op de andere stadsdelen. Ja, maar misschien moeten we in de toekomst met elkaar eens praten van hoe we in gezamenlijkheid en in samenwerking ook al kunnen samenwerken om ook wat er allemaal in andere stadsdelen gebeurt beter te kunnen aanpakken. Ja. Heeft u een beeld of en zo ja, hoe het in andere gemeenten met interieurerfgoed wordt omgegaan en is er beleid bekend van andere gemeenten? Vraagt die Laverman. Ja, dat is denk ik meer een vraag voor Karel dan voor mij. Ja, je kijkt ook wel eens buiten Amsterdam toch, Walter? Wij zien wel dat de omgang met interieurs eigenlijk in heel veel gemeenten wel een probleem oplevert. Met name als het gaat om handhaving. Maar we zien met name dat bij grotere monumentengemeenten er vaak ook meer capaciteit is. En dat is gelukkig in Amsterdam ook het geval. Hè. Het zijn weliswaar heel veel monumenten en heel veel bijzondere monumenten, maar je ziet ook dat er veel adviseurs zijn en dat het bureau monumenten er ook goed op zit. Dat is in een aantal gemeenten ook zo, maar er zijn ook gemeenten waar bijvoorbeeld helemaal geen erfgoedambtenaar is en waar het woord interieur ook, nou ja, als je daarover begint, een soort totaal vraagteken oplevert van, oh, is dat dan ook beschermd? Dus het is een heel divers beeld. En qua beleid zien we, denk ik, dat Amsterdam wel heel erg strak is, ook als je kijkt naar hoe gaan we om in de advisering en de omgang met historische interieurs. Ik denk dat er nog wel een aantal andere gemeenten zijn die ook in hetzelfde lijntje, op dezelfde lijn zitten, maar er zijn ook gemeenten die er wat lichtvaardiger nog mee omgaan. En dan ben je dus volledig afhankelijk van een eigenaar. En dat is natuurlijk een lastige. Aan de ene kant soms heel goed, maar ook heel vaak verdwijnen er spullen in de container. We hebben net in het blad een artikel van over Groningen gepubliceerd. Daar zie je eigenlijk hetzelfde beeld als wat jij nu laat zien, Walter. Met deze prachtige paneeldeuren die dan de container ingaan. En dat allemaal om kamerverhuur mogelijk te maken. En nou ja, dan zie je dat het als sneeuw voor de zon verdwijnt. Dus dat is problematisch. Ja. En daarnaast, wat we ook een beetje signaleren, en dat is misschien ook nog goed om te melden, Walter had het ook al even over Funda. We zien af en toe makelaars opduiken en die hebben dan prachtige visuals om te laten zien hoe het kan worden. En die vermelden er dan niet bij dat het interieur ook tot het monument behoort en dat dit alleen maar met toestemming van de gemeente is en na een positief advies. Dus heel vaak zien we dan plaatjes dat de stalen deuren in de plaats zitten van de prachtige schuifdeuren en nou ja, om het maar een modern sausje te geven. Dat is ook een zorg. Die hebben we al eens aangekaart bij de NVM en bij Funda, maar nog niet echt grip op gekregen om daar iets aan te doen. Dat als korte reactie. Ja. Ja, ik zou er graag nog even op willen aansluiten. Er wordt door de ambtenaren in Amsterdam heel hard gewerkt om te voorkomen dat er dingen onherstelbaar en voor altijd verdwijnen. En we hebben natuurlijk ook heel veel monumenten in Amsterdam. En voor een groot deel is er echt wel sprake van een capaciteitsprobleem. Als je ziet dat hoeveel mensen, inspecteurs, zich bezighouden met zo gigantisch veel monumenten. Ja, dan kun je wel nagaan dat het heel erg moeilijk is om dat allemaal goed in de gaten te houden. En bij interieurs is het natuurlijk toch een probleem dat het achter de gevel is, waardoor het
vaak onzichtbaar is wat daar gebeurt. En op het moment dat men een aanvraag doet, het al weg is. En ja, we moeten allemaal gewoon ontzettend goed opletten. En inderdaad ook kijken naar Funda. Want ja, daar zie je vaak het eerste dat er inderdaad al iets is gebeurd. En dan ben je dus te laat. Maar soms ook wel dat wordt aangekondigd dat iets gaat gebeuren. Nou, misschien moeten we dat niet te hard oproepen, want dan gaan ze dat misschien niet meer doen. Maar in ieder geval is dat wel vaak een plek waar dingen kunnen worden gesignaleerd. Ja. En het gaat overigens niet alleen om monumenten, want ik heb in mijn verhaal proberen duidelijk te maken dat er natuurlijk ook heel veel interieurs zijn in panden die nog helemaal geen monument zijn, maar die wel van monumentale waarde zijn. Ja. Dat is dus echt een probleem, want dat maakt, als er echt iets verdwijnt, dan is het vaak omdat het pand gewoon niet beschermd was. En ja, dus ik denk dat we dus, ook met de gemeente over moeten hebben hoe we daar iets aan kunnen doen. Nu is het zo dat bij een sloopvoornemen er een bouwhistorische opname gemaakt moet worden. En dat gebeurt dan alleen als men van tevoren het idee heeft dat het ook echt nodig is. Maar ja, je weet het natuurlijk pas als je gaat kijken. Dus, en dit is ook een capaciteitsprobleem. Het zou zo moeten zijn dat zodra er een aanvraag wordt gedaan, dus in veel meer situaties dan nu het geval is, men daar gaat kijken. Als er een aanvraag wordt gedaan, niet alleen als al bekend is dat er wordt gesloopt en het een orde 2 pand is, maar in meer situaties. Ja, misschien dat gaat u daar iets over kan zeggen, want dit is toch wel iets waar we het over moeten hebben. Ook namelijk al die panden waar wel, die gewoon niet zijn beschermd. Ja. Wordt alleen gekeken achter de gevel, wanneer het om een monument gaat. Ja. Ja, er zijn wat dat betreft nog ontdekkingen te doen ook. Ja. Christina Roosendaal vraagt, is het aannemers bekend vanaf welke periode zij bij sloop een vergunning moeten aanvragen? Ja. Ja. Nou ja, kijk, vroeger was het duidelijk, je moest altijd een vergunning aanvragen, maar sinds het vergunningsvrij bouwen is toegestaan, moeten eigenaren dus zelf bepalen of iets van monumentale waarde is of niet. En die kennis is natuurlijk meestal niet aanwezig. Zelfs bij goedwillende mensen zie je vaak het probleem dat ze vaak gewoon niet de monumentale waarde van iets inzien. En vanwege dat vergunningsvrij bouwen is dat dus een probleem. Het is dus vaak gewoon niet bekend. En wat misschien ook wel, als ik jou mag aanvullen, ja. Wat ook wel lastig is natuurlijk dat de rijksomschrijvingen vaak heel oud zijn. Hè? En dan staat er letterlijk pand met lijstgevel, punt. Dus een koper die niets weet van monumenten, behalve dan dat de makelaar vertelt dat er leuke details in zitten, die denkt dan van, nou ja, pand met lijstgevel, dus de gevel is beschermd en binnen mag ik mijn gang gaan. En zo redeneert soms een aannemer ook, dus die weet het misschien wel, maar nou, die kan ook worden ingezet om iets te doen als het zo uitkomt. Dus het is altijd een heel spel, waarbij je ook weer afhankelijk bent van de kennis en de kunde, en de belangstelling van een eigenaar zelf. En ook hoe alert een aannemer zelf is op wat mooi is, of hergebruikt kan worden, of gebruikt kan worden. Dat speelt natuurlijk ook mee. En de bewustwording is natuurlijk een hele interessante. Hè? Als je had het terecht, Walter, over zo'n rapport wat wordt gemaakt, of monumentenzorg die langskomt. Op het moment dat een deskundige langskomt en die loopt door een pand heen, dan heeft een koper al vaak een heel ander beeld van wat daar interessant is. Zij komen met een woonwens. Hè. Iemand heeft een woonwens, zo gaat het vaak. Nou, dan komt er een architectuurhistoricus langs en zegt, ja, maar dit zijn mooie onderdelen. Ja, maar die zitten in de weg. Nou, en als je dan gaat uitleggen waarom iets zo bijzonder is, dan kan het langzaam doordringen. Waarbij ik ook wel uit persoonlijke ervaring heb dat
de man er soms anders tegenaan kijkt dan de vrouw. De een praktisch en de ander meer gevoel voor schoonheid. Waarbij niet wil zeggen dat de mannen dat er meer hebben dan de vrouwen of omgekeerd. Je ziet soms nog wel eens dat interieurs tot zware echtelijke discussies kunnen leiden bij wat er behoudenswaardig zou moeten zijn en te gebruiken is. Jacob Kimmeren, doen jullie iets met bouwfragmenten die in een container worden gevonden? Nou Walter, je had een paar mooie voorbeelden al, bouwfragmenten die je liet zien. Ja, nou ja, het probleem is dus dat de gemeente het niet koopt. Dus dat betekent dat we het zelf moeten kopen. Het komt dus echt voor. In de praktijk is dat een keer gebeurd, dat een bestuurslid van onze vereniging echt heel veel geld heeft uitgegeven om een 17e eeuws plafond te kopen. Dat was afkomstig uit een pand aan de Keizersgracht. Dat pand, dat was trouwens ook een aardig voorbeeld van mijn verhaal geweest, dat was niet beschermd vanwege de 19e eeuwse gevel. Daardoor werd het interieur verkocht. En dat ging om het 17e eeuws plafond. Om een schildering op planken. En dat is... Dat stond toen een paar jaar in de gang van een bestuurslid. En ja, we hebben er ontzettend mee geleurd. We hebben dus gevraagd of het Amsterdam Museum het wilde tentoonstellen. Nou, dat wilde men niet. We hebben gekeken of we het ergens konden herplaatsen. Dat is ook niet gelukt. En nou, uiteindelijk... heeft hij het weer verkocht. Eigenlijk had hij dat geld alleen maar voorgeschoten. We weten dus niet waar het terecht gaat komen. Het gaat waarschijnlijk wel weer ergens terecht komen. We vinden het weer terug, maar dat weten we dus niet. Dus dit is toch wel een probleem. Je hebt natuurlijk wel een bouwfragmentenmarkt in Amsterdam. Maar ja, het zal toch door iemand gekocht moeten worden. Ja. Er is in ieder geval, zoals de situatie in de jaren 70 was, dat er in Dordrecht, dat er gewoon op Uilenburg een monumentenwerf was. Waarbij ook werd bepaald door de gemeente dat alle belangrijke afkomende materialen bij sloop ook afgestaan moesten worden aan de gemeente. Dat soort regels zijn er allemaal niet meer. Dus het komt gewoon allemaal op de markt. Daar komt het op neer. Dus eigenlijk als we iets zien in zo'n container. Het enige wat we dus dan moeten doen is de gemeente waarschuwen, dat handhaving er naartoe gaat, om verdere sloop te voorkomen. En uiteindelijk ook de gemeente te bewegen om met bestuursdwang, als het gaat om illegale sloop, die interieuronderdelen te herplaatsen in het pand waar het uitgesloopt is. Dat is toch de meest aangewezen weg. Bouwfragmenten, ja, en soms belanden ze gewoon bij een tweedehands bouwmaterialenhandel. Hè. Dat kan ook gebeuren. En dan kom je opeens in Eemnes dingen tegen die uit een pand komen, uit ergens in Nederland. En dan denk je, goh, bijzonder. Nou, een reactie vanuit Gabriel van Tussenhoek, vanuit Monumenten en Archeologie, Bureau Monumenten van de gemeente. En hij zegt, wij dringen altijd aan op een vooroverleg en we gaan altijd graag kijken. In sommige gevallen worden we inderdaad gevraagd om te komen kijken door een aankopende partij om te checken of de verbouwingswensen haalbaar zijn. En dat is heel verstandig. Veel architecten weten gelukkig ook dat ze in een vroeg stadium al contact moeten opnemen met MNA. En dit voorkomt verder in het proces vaak vertraging. Ja, eigenlijk een pleidooi om vooraf te bekijken voordat je iets koopt of wil gaan verbouwen. Van kan dat? Wat zijn de opties om het wel aan te passen? Welke dingen zou je niet kunnen aanpassen? En dat is inderdaad alleen maar toe te juichen. Als je dat in een zo vroeg mogelijk stadium doet, dan heb je het in ieder geval in beeld. En dan kan je zelf bedenken hoe je ermee omgaat. En dan loop je niet achteraf tegen allerlei handhavingskwesties of lastige problemen aan. Dat je 5 keer terugkomt bij de commissie ruimtelijke kwaliteit en nog niet begrijpt dat iets van waarde is. Dat zien we natuurlijk ook wel gebeuren. Ja. Andere vragen? Of opmerkingen. Het mag ook gewoon als u de microfoon aanzet, als u het typen wat lastig vindt. Ik vind het zo mooi jouw laatste plaatje hoor. Eyes on the Street met Jane Jacobs.
misschien leuk weet. Ik weet niet of iedereen weet wie Jane Jacobs was. Maar misschien, Walter, wil je daar nog iets over vertellen? Dat is ook wel leuk. Ja, Jane Jacobs was, woonde in, op Manhattan in de jaren 60, waar net als in Amsterdam en in Nederland grote verkeersdoorbraken op stapel stonden, verkeerswegen werden aangelegd. En zij ging dus actie voeren daartegen. En ze heeft een heel beroemd boek geschreven, Death and Life of the Great American Cities, waarin ze de modernistische stedenbouw, ze denken van de modernistische stedenbouw in die tijd, hekelde. Dat is een ontzettend beroemd boek geworden, waarin ze aantoonde dat levende steden op een hele andere manier functioneren als de modernistische stedenbouwers denken. En dat is eigenlijk een soort pamflet geworden tegen de modernistische stedenbouw. En Geurt Brinkgreve heeft me ook verteld dat, daar sterker nog een boekje staat. Ja, dit is het boekje van J.J. van Geurt Brinkgreve zelf. Ik zit hier namelijk op het Aalsmeer Veerhout. Toen ik actief werd in de vereniging, toen kreeg ik dit boekje van Geurt Brinkgreve als huiswerk mee naar huis. Dus dat geeft wel aan dat hoe belangrijk Geurt Brinkgreve het denken van Jane Jacobs vond. Ja. En haar idee was eigenlijk van, vandaar dat zij heeft eigenlijk de term Eyes on the Street bedacht, want dat komt namelijk voor in dit boek. Ze zegt van namelijk in een stad met functiemenging, waar verschillende functies samengaan. Heb je ook ogen op de straat. De stoep vond ze heel erg belangrijk. Kinderen kunnen op straat spelen omdat er ogen op de straat is. En dat is een belangrijk element uit dit boek. Maar, in dit geval is het natuurlijk wel is het een term die ook voor ons geldt als het gaat om opletten op straat. Ja. Ten aanzien van bouwfragmenten die in containers liggen. Dat was niet de bedoeling van Jane Jacobs. Dus nee. Het begrip Ice on the Street wordt hier een beetje misbruikt om, voor een ander doel. Ja, maar het is leuk. Het is wel een aanrader om, als u het nog niet kent, een van de boeken van Jane Jacobs te lezen. Omdat het echt pioniers waren in de erfgoedbescherming van de jaren 60. Ze was gewoon heel belangrijk inderdaad. Samen met Geurt in Nederland zijn zij echt de mensen die de omslag in het behoud hebben. De bevochten, kun je wel zeggen. Ja. Ik een vraag stellen? Ja. Karel, mag ik een vraag stellen? Ab Timmermans, zeker. Ja, ik had net in de chat een tekstje gedaan, maar dat kwam blijkbaar niet door. Overigens waardering voor deze presentatie. Maar ik heb eigenlijk, wat ik mij afvraag is, waarom vindt er geen structurele, integrale inventarisatie zoektocht naar waardevolle interieurs en interieurelementen plaats? In dat geval weet je namelijk, en dan hebben we het in feite over een hele grote groep panden. Dat zijn de rijksbeschermde monumenten, dat zijn de gemeentelijke monumenten, dat zijn de panden op de zogenaamde MIP-lijsten, de panden die door erfgoedverenigingen worden. Dan kun je een basislijst maken. En waarom gaan we die niet onderzoeken? Inventariseren, dus actief. Dus niet reageren op het moment dat mensen gaan bouwen, maar dat je al weet wat er is in de gemeente. En dan heb je dus, en eigenlijk is het motto dan, kennis is de belangrijkste voorwaarde voor behoud. En het is allemaal zo reactief, met alle goede bedoelingen, maar we moeten veel meer gaan inventariseren. Nou, dat is de vraag of eigenlijk een opmerking of een oproep. Helder, pleidooi. Ik ben het daar natuurlijk ontzettend mee eens. Het blijkt in de praktijk toch vooral een capaciteitsprobleem. Kwestie te zijn van hoeveel geld de overheid wil uitgeven om zoiets te doen. Wat er nu afgesproken is in Amsterdam, is om iedere keer te gaan kijken op het moment dat er een aanvraag wordt ingediend voor een vergunning. Dus het idee is dan, uiteindelijk kom je dan in alle panden na verloop van tijd wel binnen. En als je dan zeg maar ook even om je heen kijkt, op het moment dat er iets aan de orde is wat er verder nog in de pand allemaal te zien is, dan kan je dat vastleggen. Uiteindelijk heb je dan een database met alle gegevens. Maar goed, ik heb wel eens uitgerekend hoeveel tijd het kost dan in de praktijk om alle 8000 panden dan van binnen te hebben bekeken. En dan gaat het dus om 2 eeuwen.
had ik niet uitgerekend. Dus dat duurt gewoon veel te lang. Dus inderdaad, een meer actieve benadering zou veel beter zijn dan op het moment dat een aanvraag wordt ingediend. Want de praktijk is dat het dan vaak al uitgesloten is op het moment dat een aanvraag wordt ingediend. Maar dit is een misvatting. Mag ik het gewoon zo zeggen? Ik vertelde namelijk, ik ben voorzitter van de Stichting Interieurs in Friesland. En wij doen een provinciebrede zoektocht. Dan gaat het om ruim 10.000 panden naar waardevolle interieurs en interieurselementen. Dat doen we als stichting met een beperkte bijdrage van de gemeente. En we hebben nu al 60% van de zo'n 6.000 panden in een paar jaar tijd bekeken, geïnventariseerd en vastgelegd. Dus het kan wel, maar je moet het anders organiseren. Ja. Nou, daar wil ik een keer met u verder over praten. Vind ik erg interessant wat u zegt. Maar dat is dus vrijwilligerswerk, begrijp ik. Dat is vrijwilligerswerk. Dat is voor de stichting is vrijwillig. Maar tegelijkertijd hebben we wel mensen op ZZP-basis die heel efficiënt zeg maar die inventarisaties plegen. Ik zou u willen aanraden om eens te kijken naar onze website, Stichting Interieurs in Friesland. Daar staat ook een document op waarin volledig staat uitgewerkt hoe we dat doen. Zodat u dat gewoon letterlijk kunt overnemen, stichtingsstatuten, zeg maar datasystemen, alles staat erin. Dat is een dik boek, maar dan kunt u naadloos al het werk gaan doen. Ab, dank voor je reactie. En ik kijk ook even naar Els Miek, die deze lezingen organiseert. Wij gaan jou ook benaderen om iemand uit de stichting een keer te vragen een presentatie over jullie rapportage te geven. Want daar zijn ook hele verrassende conclusies uitgekomen over niet beschermde panden met heel waardevolle dingen versus beschermde panden waar inderdaad alles uit is. Dus dat is absoluut leuk om in een vervolg een keer aandacht aan te besteden. Ja. Waarom het heeft nog een handje omhoog? Het heeft nog een handje omhoog, ja. Nou ja, het is wat in Friesland gebeurt is heel mooi, maar ik zit ook te denken aan al die lokale heemkundekringen en historische kringen, om dit ook eens naar voren te brengen. Die zijn vaak goed op de hoogte van historische panden en geïnteresseerd. Dat geeft ook voor hen weer een impuls om opnieuw te kijken van wat is er voor waardevols in de gemeente. En dan kun je natuurlijk ook weer volgen de algemene bekendmakingen over verbouwingen, sloop en reken, om dat beter te linken met elkaar. Ja. 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 Nog een suggestie. Zeker. Ja, dankjewel. Bedankt. Bedankt. Ja. Nou, dan zijn we ook richting 1 uur. Walter, ik wil jou heel erg danken voor je uiteenzetting over Amsterdam en al het werk wat jullie doen. Ook de relatie met monumenten en archeologie en wat zij doen om te proberen om die interieurs ook zo goed mogelijk in stand te houden. Met elkaar moeten we dat doen. Eyes on the street. Ik vind het wel toch een hele mooie slogan om mee af te sluiten. Ik wil ook iedereen die hier in de digitale omgeving aanwezig was bedanken voor jullie aandacht. En wij gaan met dit zonnetje wel even naar buiten, maar de interieurs blijven bij ons op de agenda staan. Dank en tot een volgende keer. Tot ziens en bedankt. Dank.